Ik heb het gevoel dat het moment dat de supporters weer terugkeren in de stadions steeds, steeds dichterbij komt. Opstelling voor Roda, laten we die maar eens met u doornemen. Daar speelt Roda in de ploeg in het geel. Natuurlijk is Rodi de Boer de doelman. Dan hebben we een laatste lijn met Stefano Marzo, met Guus Joppe, Richard Jensen en Amir Abdsalem. Dat zijn de vier mannen achterin. Dan twee zeg maar controleurs, Nick Vossenbelt en Benjamin Bouchouari. En op de flanken zien we dan Limbombe vanaf de rechterkant, Fluke vanaf de linkerkant. En de spits, de man met 9 doelpunten achter zijn naam. De topscorer bij Roda is Dylan Vente. De opstelling van ADO Den Haag met wat schuiven, wat kijken. En dit middenveld kennen we met Stijn, Klas en Boeraar. En die aanval dus. Edia vanaf de linkerkant, Tsatic vanaf de rechterkant en Bezuijen is de spits. Hij moet de positie innemen van de topscorer van ADO Den Haag. De man met 17 doelpunten. Verheid, hij is er niet bij. Hij zit op de bank. Ingeleverd bij Bouchouari. Ik zie Jan Emmers. Bouchouari, oh 1-0. Kijk eens, terug van de schorsing. Hij is er weer en hij haalt uit met rechts. En doet dat in het uiterste hoekje. Benjamin Bouchouari met zijn tweede van deze competitie. Koopmans geslagen. Het begint allemaal bij dat hele lange wachten op die doeltrap. En daar is Bouchouari, zet de aanval zelf op. Emmers, goede bal. Seedorf is er te laat en hij haalt uit met rechts en doet dat uitstekend. Benjamin Bouchouari. Limbombe. Niet voorbij zijn tegenstander. De laatste weken speelde hij vooral centraal, nu aan de linkerkant verdedigend voor ADO. Jamal Amofa. Voorzet, kopbal is goed van Joppe. Nee, krijgt hem net niet de verre hoek in. Maar duidelijk is dat Roda het beste van het spel heeft als we richting het eerste kwartier gaan. Seedorf. Limbombe. Limbombe zelf. Limbombe doet het. Maar met de stuit recht in de handen van Koopmans. Joppe. Mag ver komen. Joppe nog altijd. Kijk eens, Limbombe. Limbombe voor de goal komt. Emmers, daar is ook Vente. Maar die komt net niet op tijd. En dan uiteindelijk buitenspel van Xian Emmers. Maar weer een goede aanval van Roda. Matisse. Heeft een periode van wat langer balbezit voor ADO. Tsatic. Elia. Wie? Elia. En dan onderweg aangeraakt. Inzet van Boeraar. Seedorf. Hele kleine ruimte. Stijn komt door. Elia moet erachteraan. Jens is er ook. En toch aardig opgelost zo door Jensen, die wel geblesseerd is geraakt. Vente. Voor de goal Emmers en Fluke. Bouchouari. Emmers. Stijn. Maar meteen zit Roda erop. Als het balverlies leidt en vooral in de zone richting de 16 van Koopmans, dan is men fel. Fluke, goede actie. Fluke. Limbombe is vrij. Buitenom Marzo. Limbombe doet het zelf. Limbombe tegen Matisse aan. En dan komt ADO er niet uit met Boeraar. Bouchouari. Vossenbelt. Fluke. Emmers. Nee, Vente is het. Die schoen zit nog steeds niet goed. Die is even uit geweest en vandaar dat die bal overgaat. 10 minuten nog tot aan de rust. Vrije trap voor Rode JC. Nog altijd de ploeg met de beste kansen, met de beste mogelijkheden.
en met het betere voetbal. Flukke bij de eerste paal en dan moet Koopmans opletten, dat doet hij. Poging is van Stefano Marzo. Bouchouari. Emmers op Limbombe. Limbombe. Sian Emmers. Nu Vente. Vente moet hem voor zijn rechter krijgen. Doet het toch met links en dan wordt die bal geblokt door Michael Mulder. We hebben hem nog niet aan de rand van het veld gezien, Streppel. Betekent dat het goed maakt met zijn club en met zijn ploeg. Seedorf, de Suijen. En dan Emmers. Dan kan Roda er nog een keer uit. Extra tijd van de eerste helft. Xian Emmers. Limbombe. Marzo komt buitenom. Wacht hij of doet hij het zelf? Hij doet het zelf. En dan het rustsignaal na het schot van deze Limbombe. Deze man, daar wordt met argusogen naar gekeken. Wordt hij de redder van ADO. 15 punten uit de afgelopen 5 wedstrijden en altijd scoort Verheid. Nou, ADO heeft maar 1 punt nodig, 1 doelpunt nodig om op gelijke hoogte te komen. En het lijkt er alleszins op dat deze man ze in de ploeg gaat komen. En wat wij vanaf de zijkant opgevangen hebben is dat Sami Bourard vervangen gaat worden door deze Thomas Verheid. Seedorf. Matthijs richting Elia. Marzo zit daartussen. Limbombe. Flukke is onderweg. Daar is hij. Patrick Flukke neemt die bal goed mee. Flukke. Wordt dat gevaarlijk? Flukke legt klaar. Nee. Emmers met het prachtige doelpunt. Wat een aanval zegt van Roda JC. Wat wordt dat goed uitgespeeld. En Patrick Flukke is niet zelfzuchtig. Die heeft het overzicht en die geeft hem aan Emmers. En dan wordt het 2-0 voor Roda in de tweede minuut van de tweede helft. Limbombe met een voortreffelijke paas. En kijk eens hoe hij hem meeneemt. Flukke in één keer op het bosje mee. En dan het overzicht. Weet dat Emmers daar komt. Dat Vente naar de eerste paal komt. Fantastisch uitgespeeld door de man uit Dresden. En Emmers de Belg maakt het af. En dit gebeurde er zojuist. Kijk, dit heet coronaproof. Even het handje geven. Elke Roelia. Flukke. Daar is aan de andere kant Absalem. Kijk eens wat een ruimte die heeft, zeg. Volgens nog weinig mensen mee. Alleen Emmers is voor de goal. En uiteindelijk blijft het een hoekschop. Wordt het alleen maar een hoekschop. Absalem, maar aan de zijkant is het voor Roda te halen. Daar lopen en kijk eens wat staat hij vrij, zeg Jensen. Dat realiseert hij zich misschien niet, maar alle ruimte voor de Fin. Verheid. Elia. En Verheid levert in bij Flukke. Op Salem. Flukke. Koordemans laat los. Vente is het die scoort. Omdat hij doorgaat op de inzet van Patrick Flukke. Koopmans heeft hem niet klem. Vente loopt goed door en die scoort vandaag weer zijn 10e. Slechte bal van Verheid levert zomaar in bij Patrick Flukke. Absalem met links. Koopmans niet klem. En een echte spits maakt hem dan af. Matthijs is te laat. En Vente scoort. 3-0. Elia met Marzo. Verheid. Dat is toch het moment voor hem. Raakt hem niet. Flukke. En wellicht de omschakeling van Roda. Met ruimte hier bij Limbombe. Prachtige aanname zeggen. Nu lukt het net niet om Besuijen voorbij te komen. Maar wat een heerlijke aanname weer van deze Limbombe. Kijk eens. Hop. En meteen de man weg. Absalem. Kijkt. Vente. Oh. Met links.
Mulder. Satić. Nu langs zijn tegenstander Absalem. Satić, voorzet. Daar is Verheid. En die gaat maar nakelings naast. Bouchouari. Emmers naar Limbombe. Limbombe is voorbij. Daar Emmers, daar Fluke. Fluke, prachtig. Prachtig, prachtig, prachtig. Roda dat afstand neemt van ADO. 71ste minuut, 4-0. Patrick Fluke. Emmers legt een pand klaar. Fluke met het hoofd. Als Stijn te laat is. En Koopmans kan graaien wat hij wil, maar raakt niks. Mulder samen met Klas. En daar een balbezit voor Asante. Satić nog met de voorzet. Verheid, Verheid met de kopbal. Ze proberen het wel. Van Mil. Fluke. Emmers is onderweg. Daar is Emmers. Met Moreo Klas. Emmers. Een tweede zit er even niet in voor. Ik zie aan Emmers. Satić met moeite bij Sam Stijn. Bouchouari. Kijk eens. Fluke naast hem. Daar gaat hij ook naartoe. Patrick Fluke voor zijn tweede. Nee, legt hem af. En Pie mag zijn eerste van het seizoen maken. 5-0. Ja, en hier spat de vreugde vanaf. Fluke. En die is niet zelfzuchtig. De Duitser legt klaar voor MP. Het verschil is overduidelijk. Roda JC wint met grote cijfers. 5-0 tegen ADO Den Haag.